Tegenover mij zit Torino. Ik vind dat zo'n allemachtig mooie voornaam. Want ik moet ook. Dan gelijk denken aan Italië. Torino Hunte is het helemaal precies, hè? Klopt. Torino, hoe is het? Ja, goed. Ja? Goed. Helemaal fit? Dat nog niet. Ja, ik word al wat ouder. Hè. Ik ben nu 33 jaar. Ja? En je merkt wel dat het erin begint te hakken. En vooral in die voorbereiding, die heb ik dus echt nodig. En dan begin je dat je die pijntjes links, rechts. En, maar ja, natuurlijk ben ik al meer dan 10 jaar prof geweest. Dus spelen met pijn ben ik in principe wel gewend. Ja, maar je ziet er wel allemachtig vet uit. Ja, als ik die kuiten van je zie, dan denk ik, jij zit regelmatig in de gym, of niet? Ja, klopt. Uiteindelijk, dat is een, ze zeggen wel eens een levensstijl die je aanhoudt. Dus dat gaat ook niet zo 1, 2, 3 weg. Ik heb het wel geprobeerd, 2 weken, maar dan roept de gym me weer terug. Dus, dus dat blijft wel altijd, aan de gang. Je hebt een mooie geschiedenis in het betaalde voetbal, hè? Ja. Noem eens wat op. Ja, VVV, Almere City, FC Eindhoven. Ook echt allemaal in de basis en zo, hè? Ik heb veel minuten gemaakt. Ja. ik heb veel minuten mogen maken. Dus daar ben ik uiteindelijk wel trots op. Dus, ja, die ervaring die kan je natuurlijk in de derde divisie wel mooi meenemen, of niet? Ja, ik hoop uiteindelijk mijn steentje bij te kunnen dragen. En uiteindelijk, dat is een van de redenen waarom ik dan hier ben gekomen. Zodat ik toch wel wil laten zien dat ik voetbal heel leuk vind. En dat natuurlijk hier bij DVS wil ik dat wel laten zien natuurlijk. Ja, DVS staat natuurlijk bekend om zijn combinatiespel, technisch en zo. Dat spreek je ook wel aan, denk ik. Ja, zeker. Ik ken ook ik ken spelers zoals Stef, heb ik meegespeeld. Of althans, Stef ken ik dan. Ik heb gespeeld met Sam. Ik heb gespeeld met Nicky van Hilton. Dus die ken ik allemaal qua kwaliteit spelers. Dus uiteindelijk, als je met deze groep gewoon lekker mee kan doen en kan laten zien wat je kan, dan denk ik dat we uiteindelijk heel mooi voetbal op de mat kunnen brengen. Ik denk dat je overdag ook een interessante baan hebt, hè, in de begeleiding van jeugd. Ja, klopt dat? Klopt, ja. Ja. Vertel daar eens wat over. Als ik niet aan het voetballen ben ik dus jeugdwerker. Dan probeer ik gewoon een link te zijn tussen de docenten en de studenten. Oh, en, mooi. Op die manier probeer ik ook op die manier weer mijn steentje bij. Wat voor studenten? MBO veel? In dit geval zijn het VO-studenten die naar het MBO moeten. Dus die een paar tienden tekort komen op hun diploma. En die krijgen bij ons de kans om binnen een jaar die punten op te halen. Om uiteindelijk alsnog hun VO-diploma te krijgen. Ja. Gebruik je sport ook om die link met die jongens te krijgen, ja, of niet? Op het moment als je over voetbal begint, dan is het bij iedereen denk ik wel een raakvlak. En vooral op het moment als ik zeg van ja, in het verleden ben ik profvoetballer geweest, is het al gelijk bij de jeugd van oh kijk, leuk, vertel eens wat meer. En op die manier probeer ik dat toch wel te gebruiken om uiteindelijk tot ze door te dringen. Hartstikke mooi. Hey, je gaat voor de linksbuitenpositie, rechts kan ook natuurlijk. Maar volgens mij kan je ook gewoon in de spits, of niet? Ja, dus in principe links, spits. We moeten nog kijken waar ik het beste uit de voeten kom in het systeem. Want je hebt natuurlijk concurrentie met Benjamin Roumillon, hè? Die ken je natuurlijk ook wel. Ja, dus er lopen genoeg goede spelers rond. Dat is ook weer, iets waar je mee te maken hebt. Ja. En uiteindelijk zullen we zien wat het brengt. We wensen je namens DVS TV een hele goede voorbereiding en ook een heel mooi seizoen. Dankjewel. Torino. Ook. Okay.